Het is 13 mei 1940. Het is vroeg in de ochtend. Een paar dagen geleden zijn de Duitsers Nederland, België en Frankrijk binnengevallen. En op dit moment zijn er 62 Duitse vliegtuigen onderweg naar waar ik nu sta. Ik sta hier op een bijzondere locatie. Want wat zal blijken dat na de oorlog deze plek de enige plek is op het vasteland in Europa waar de Duitse blitzkrieg werd tegengehouden. 225 Nederlandse militairen stonden hier tegenover de Duitse 1e Cavaliedivisie. Ik sta hier op de afsluitdijk. Ik ben reservist binnen de Korps Nationale Reserve, een onderdeel van onze Nederlandse krijgsmacht. Een reservist is iemand die in zijn vrije tijd, buiten zijn normale baan, part-time militair is. Veel mensen zeggen wel eens tegen ons, wij zijn weekendsoldaten, omdat wij vaak in het weekend trainen. Maar juist deze weekendsoldaten speelden in de Tweede Wereldoorlog, in de meidagen, hier op de Afsluitdijk een belangrijke rol. Ik sta hier nu bij een kazemat, ook wel een bunker genoemd. En in de meimaand van 1940 waren hier 225 Nederlandse militairen gestationeerd. En als het nu 1940 was geweest, dan was de kans zeer groot dat ik hier was. En hoe meer ik daar ook over nadenk, hoe meer bewondering en respect ik krijg voor mijn collega's van de landstorm van toen. Net als nu had het leger niet de hoogste prioriteit. Geld was er namelijk niet. En veel wapens kwamen uit de Eerste Wereldoorlog. Behalve de mannen van de landstorm, die hier op de Afsluitdijk werden geplaatst, hadden 3 van de meest moderne snelvuurkanonnen uit die tijd bij zich. Hoe kan dat? Nederlandse bedrijven zoals Koopmans sponsorden deze snelvuurkanonnen. Het is dan ook niet helemaal toevallig dat de mannen van de landstorm een week voordat de oorlog uitbrak naast, of wel praktisch, naast de fabrieken van Koopmans in Leeuwarden waren gestationeerd. In 10 mei 1940, toen de oorlog uitbrak, hadden mannen met deze kanon al actie gezien. Niet veel later kregen ze het opdracht om te gaan verkassen richting een dorp bij Amsterdam. Vandaag de dag zijn we in 1,5 uur in Amsterdam. Snelwegen. In die tijd waren ze er niet, die snelwegen. Ze hadden geen vervoer, of heel langzaam vervoer en duurde het veel en veel langer. En dan hadden ze ook nog continu de dreiging van vliegtuigen en in de verte het oorloggeluid. Uren later komen ze hier. Daar net aangekomen gaan ze direct door naar een andere locatie, 50 kilometer verderop. Ook hier blijven ze maar even, want dan gaan ze naar het Friese deel van de Afsluitdijk. Hier aangekomen, helemaal kapot, zwaar vermoeid. Want zijn 2 dagen zijn ze continu bezig geweest met opbouwen, afbreken en weer doorgaan. Weinig slaap. Maar ze zijn hier, 13 mei, rond 3 uur in de nacht. Hiervoor moeten we terug in de tijd en wel naar 1920 bij de start van de bouw van de Afsluitdijk om Nederland te beschermen tegen de zee. De Afsluitdijk van 30 kilometer komt in plaats van een paar honderd kilometer dijk rondom het huidige IJsselmeer. In 1933 was de Afsluitdijk klaar. Een mooie bijkomstigheid was dat er nu een snelle weg van Friesland en Groningen naar Noord-Holland was. Maar door de Afsluitdijk
In deze weg werd de vesting Holland met Amsterdam als economisch centrum en de marinebasis Den Helder kwetsbaar voor een buitenlandse aanval over het land. Ook moest voorkomen worden dat tijdens zo'n aanval de controle over de sluizen van de dijk verloren wordt. Want deze sluizen zijn belangrijk voor het bepalen van het waterpeil van de nieuwe Hollandse waterlinie, welke bij Utrecht ligt. Controleer je namelijk deze sluizen, dan controleer je het waterpeil in het hele IJsselmeer. Om een aanval tegen te kunnen gaan, werd er hier de meest moderne kazematten bunkers neergezet. Ten oosten van ons stond de wondstelling. Op de plek waar ik nu ben, aan het begin van de afsluitdijk, stond ook een stelling, werd een stelling gebouwd. 30 kilometer op werd nog een stelling gebouwd. Op 12 mei 1940. Het was de eerste Pinksterdag. Duitse vliegtuigen deden een aanval op deze kazemat. De Duitse aanval had een weinig tot geen effect op de kazemat. En de mannen die erin zaten, waren totaal niet onder de indruk. En de moraal was hoog van de mannen. Wel was het jammer dat ze geen afweer geschud hadden. Na een dag vol met bombardementen arriveren de mannen van de Landstorm, mijn collega's, met hun 3 snelvuurkanonnen. Ze worden met gejuich binnengehaald. Inmiddels is het 13 mei. Iedereen is zo blij, iedereen helpt ze mee, zelfs Cox, om de kanonnen op te bouwen. En al snel staan de 3 snelvuurkanonnen op hun plek. De Duitsers waren nog niet op de hoogte van de snelvuurkanonnen die geplaatst zijn. En ze lanceerden om 8:30 een groot aanval. Stuttgartse duikbommenwerpers gingen met groepen van 3 naar beneden en doken op de stelling en plaatsten hun bommen op de kazematten. De Landstorm deinsde er niet voor terug en vuurde alles wat ze hadden op deze Stuttgarts af. Zochten geen dekking. De mensen die de munitie aandroegen, die konden het niet aanleveren. En op een gegeven moment hadden ze geen munitie meer. En op dat moment moesten ze wel in dekking. De Duitsers, verrast door deze kanonnen, veranderden hun aanvalsplan en vlogen via een andere route richting de kazemat. De mannen van de Landstorm bleven hun kanonnen bedienen en schoten vliegtuigen neer. De Duitsers trokken zich terug. De aanval was afgeslagen. Die dag waren er 4 luchtaanvallen. En met zekerheid zijn er 4 Duitse vliegtuigen neergehaald. Vermoedelijk waren dit er ook meer, want al stotterend en sputterend verdwenen ze achter de horizon. Maar de militairen in de kazemat kregen geen rust. Want precies om 5:20 begon de grote Duitse aanval hier op de stelling. Eerst met artillerievuur. En dat was een nieuwe ervaring voor de mannen. En vooral kazemat 6 kreeg het zwaar te verduren. Tijdens deze aanval van de Duitsers werden geen vliegtuigen ingezet. Hierdoor konden de mannen van de Landstorm dekking zoeken in een van deze kazematten. Ook werden 2 van de 3 snelvuurkanonnen veiliggesteld. En helaas ging de 3e verloren aan de artillerie. En 40 minuten zijn bestookt door de Duitsers. Kwamen de Duitsers over de dijk. Daar kwamen ze vandaan. De Nederlanders zagen ze aankomen. Ze wachten met vuur. Ze wachten totdat ze op 800 meter genaderd waren. En toen brak de hel voor de Duitsers los. Want vanaf hier, kazemat 6,
openen ze het vuur. Knallen. De Duitsers hadden geen schijvenkans. Het enige dekking wat ze hadden was asfalt van de afsluitdijk. En dat was hier. Het is 19:40. Twee uur na intens te hebben gevochten tegen de Duitsers, dropen de Duitsers af. Ze gingen terug naar hun eigen stelling. Op dat moment gaf kapitein Boers het bevel te staken het vuur. En er heerste een doodse stilte. Na een korte nacht was het 14 mei geworden. De communicatie in Nederland was slecht. Zo wisten de soldaten hier in deze kazematen ook niet hoe de oorlog in Nederland ervoor stond. De capitulatie werd getekend in de nacht van woensdag 15 mei 1940 in het dorpje Rijsoord in de gemeente Ridderkerk. Hierbij was het einde van de slag om Nederland een feit. Nu de mannen van Kornwerder de Zand hun wapens moesten inleveren bij de Duitsers, voelde dit voor de mannen zo ongelooflijk fout. Hun wapens geven aan de Duitsers, aan hun vijand, waar ze net voor tegen gevochten hadden. Maar ze moesten wel. Maar voordat ze hun wapens inleverden, haalden ze een cruciaal onderdeel uit het wapen, zodat hij niet meer inzetbaar was. Gewoon geniaal. De Nederlandse soldaten op de stelling Kornwerder Zand hebben hier de Duitsers verslagen. En daarmee is deze plek de enige plek op het vasteland in Europa waar de Duitse blitzkrieg werd tegengehouden. Tot stoppen werd gebracht zelfs. Dit was geen nederlaag, maar een grote overwinning. Hier zijn de helden van Kornwerder Zand.